21. Wat vormt een uitzondering op een fictieve vervreemding? Een uitzondering op de fictieve vervreemding vormt de overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht, alsmede de verdeling van een nalatenschap of een huwelijksgemeenschap binnen 2 jaar na het tijdstip van overlijden of de ontbinding van de huwelijksgemeenschap, mits er sprake blijft van binnenlandse belastingplicht en er geen verhuizing plaatsvindt naar box 1. Op welk bedrag worden de vervreemdingsvoordelen gesteld? 1/2 min de verkrijgingsprijs zijn de vervreemdingsvoordelen. Bij een vervreemding van een gedeelte van de aandelen of winstbewijzen wordt een evenredig deel van de verkrijgingsprijs in aanmerking genomen. Wat verstaat men onder de overdrachtsprijs? Onder overdrachtsprijs wordt verstaan de tegenprestatie bij de vervreemding, verminderd met de ten laste van de vervreemder komende kosten. Tegenprestatie bij vervreemding. Eraf de ten laste van de vervreemder komende kosten is de overdrachtsprijs. Wat verstaan men onder de verkrijgingsprijs? De tegenprestatie bij vervreemding. Erbij opgeteld de ten laste van de verkrijger komende kosten is de verkrijgingsprijs. Ook ten tijde dat er bij aankoop van de aandelen nog geen sprake was van een aanmerkelijk belang. Ten einde misbruik te voorkomen door een aanmerkelijk belangverlies te creëren, wordt, indien de prijs van de aandelen gezakt is, de reële aankoopprijs wel aangepast naar het moment van ontstaan van het aanmerkelijk belang. Met betrekking tot aandelen van dezelfde soort met verschillende verkrijgingsprijzen wordt de gemiddelde verkrijgingsprijs als waardering genomen. Hoe wordt gehandeld indien er sprake is van overdracht tegen termijnen? In geval van overdracht tegen termijnen waarvan de uiteindelijke hoogte nog niet bekend is, wordt er eerst een geschatte overdrachtsprijs in aanmerking genomen.
Na de laatste termijn wordt het positieve of negatieve verschil tussen de uiteindelijke en de geschatte overdrachtsprijs in aanmerking genomen. Zesentwintig. Wat weet u over liquidatieuitkeringen? Bij een liquidatieuitkering wordt als vervreemdingsvoordeel in aanmerking genomen hetgeen wordt uitgekeerd boven de gemiddelde verkrijgingsprijs. Hetgeen bij een liquidatieuitkering niet als vervreemdingsvoordeel wordt aangemerkt, verlaagt de verkrijgingsprijs. Is de liquidatieuitkering minder dan de verkrijgingsprijs, dan volgt er een negatief vervreemdingsvoordeel. Zevenentwintig. Welke drie mogelijkheden geeft de wet aan wat betreft kiezen tussen afrekenen of doorschuiven? Keuze bij overgang krachtens erfrecht en huwelijksvermogensrecht, doorschuiving indien niet langer sprake is van een aanmerkelijk belang, doorschuiving in het kader van een aandelenfusie, een juridische fusie of een splitsing. Wat weet u met betrekking tot het moment van genieten van reguliere voordelen? Reguliere voordelen worden geacht te zijn genoten op het moment dat zij zijn ontvangen, zijn verrekend, ter beschikking zijn gesteld. Rentedragend zijn, vorderbaar en tevens inbaar zijn. Wat weet u met betrekking tot het moment van betalen van de aftrekbare kosten? Het betalingstijdstip van de aftrekbare kosten is het moment waarop zij betaald of verrekend zijn, ter beschikking zijn gesteld of rentedragend zijn geworden. Wat weet u met betrekking tot renten? Renten van schulden die een causaal verband hebben met een aanmerkelijk belangpakket zijn aftrekbaar. Vooruitbetaalde rente die betrekking hebben op tijdvakken die eindigen later dan 6 maanden na het jaar van betaling, worden niet in het betalingsjaar in aanmerking genomen. Deze over toekomstige tijdvakken betaalde renten worden naar evenredigheid over de maanden of de gedeelten van maanden waarop ze betrekking hebben verdeeld en voor 6 maanden in het voorafgaande jaar in aanmerking genomen. Het restant wordt in gelijke delen verdeeld over de jaren waarop de renten betrekking hebben, waarbij gedeelten van een jaar
als een geheeld jaar gerekend worden. Renten van schulden die een causaal verband hebben met een aanmerkelijk belangpakket zijn aftrekbaar. Vooruitbetaalde renten die betrekking hebben op tijdvakken die eindigen later dan 6 maanden na het jaar van betaling, worden niet in het betalingsjaar in aanmerking genomen. Deze over toekomstige tijdvakken betaalde renten worden naar evenredigheid over de maanden, gedeelten van maanden, waarop ze betrekking hebben verdeeld en voor 6 maanden in het voorafgaande jaar in aanmerking genomen. Het restant wordt in gelijke delen verdeeld over de jaren waarop de renten betrekking hebben, waarbij gedeelten van een jaar als een geheel jaar gerekend worden.